Een zalig Pasen voor Pater de Vreese uit Braamt. Hij is 88 en moet stoppen van het bisdom, maar wil zelf nog lang niet weg. Dit is dan eigenlijk de slechtste van ooit. Geen echte mooie Pasen. Mogen ze worden aangestoken of niet? De droogte nekt op veel plaatsen de traditionele paasvuren. En tientallen masten, stagen en vlaggen. Er liggen bijzondere schepen in de Rijn tijdens de Arnhemse kadedagen. Goedenavond, het nieuws van Eerste Paasdag, zondag 24 april. Het is de moeilijkste Pasen ooit voor pater Rinke de Vreese uit Braamt. De Vreese is 88 en al 22 jaar actief als pastoor. Maar hij moet weg van het bisdom. Alleen wil de pater zelf nog helemaal niet stoppen. Terwijl de koster het licht brengt in de kerk voor de paasdienst, ziet pater de Vreese het somber in. En ik heb Pasen gevierd in Holland, in Engeland, 32 jaar in Afrika en 22 jaar in Braamt. En dit is dan eigenlijk de slechtste van ooit. De 88-jarige pastoor van Braamt moet van het bisdom in juli stoppen. Hij heeft van zijn overste te horen gekregen dat hij moet vertrekken naar een rusthuis. Maar dat wil hij niet. Ik neem het niet. Parochie neemt het ook niet. Dus nou is er min of meer opstand, ja. Maar ja, ik ben hier vastgegroeid. Ik heb op het kerkhof mijn graf al uitgezocht. Ik heb ook betaald voor de uitvaart. Het geld ligt er allemaal. Ik wil niet weg. In de kerk hangen protestbrieven waarin staat dat het een barbaarse beslissing is. Kerkgangers zijn woedend. Ze zijn er fel op tegen dat hun pastoor moet vertrekken. Nou, dat is verschrikkelijk. Iedereen wordt verschrikkelijk. Na 22 jaar daar aan schrofvel en de straat wordt gezet en weg moet. Zo arrupineerd, dat lijkt nergens op. Verschrikkelijk. De pastoor moet toch hier bij de herders blijven. Je moet niet aan de pastoor komen, je moet niet aan de kerk komen. Want dan heb je het hier in Braamt gehad. Dat moet ik heel eerlijk zeggen. Ook de dorpsraad komt in actie en wil de pater niet kwijt. Dat je dan iemand die nog zo graag wil en het zo goed kan, zo geliefd is in een dorp, dat je die dan gewoon weghaalt. Hij was voor ons de pastoor, hij is voor ons de pastoor en hij blijft voor ons de pastoor, wat de rest van de wereld er ook van vindt. Gebeden wordt er. Ook de pater zelf bidt elke dag, maar hij heeft wel erg sombere gedachten. Ik bid er heel vaak aan dat ons Heer, laat mij nog maar doodgaan, dan ben ik eraf. Plotseling weg. Nou, dat komt misschien ook nog wel. Of het bisdom nog van gedachten gaat veranderen, is de vraag. Zoals het er nu uitziet, moet de pater in juli hier vertrekken en zal hij het parochiehuis moeten verlaten. En volgens het aartsbisdom in Utrecht, waar de parochie in Braamt onder valt, is het al langere tijd een grote zorg dat de pater zichzelf overvraagt. Volgens het bisdom heeft dat te maken met zijn hoge leeftijd en is daarom zijn aanstelling niet verlengd. Meerdere paasvuren in onze provincie gaan vandaag door de droogte niet door. Code oranje is afgekondigd. En dat betekent dat er eigenlijk geen open vuren mogen worden gestookt. Aan telefoon hebben we verslaggever Jeroen Mekel. Hij is in het Achterhoekse Zieuwent. Ja, Jeroen, gaat het daar wel door vanavond? Ja, goed nieuws voor de inwoners van Zieuwent. Het paasvuur hier, dat gaat door. De brandweer die is anderhalf uur geleden hier komen kijken. En ja, die sprak de woorden met de organisatie. Het geeft deur. Dus de brandweercommandant die is tevreden. Je moet je voorstellen, het paasvuur dat hier staat is ongeveer 9 meter hoog. En bij dat paasvuur staat een hele grote tent. En het hing er even vanaf of de wind wel uit de goede richting woei. En dat was allemaal in orde. En de commandant heeft gezegd, laat maar doorgaan. Het paasvuur dat kan vanavond om 8 uur in brand worden gestoken. Ja, nou is het droog in Gelderland. Hebben ze daar wel voorzorgsmaatregelen getroffen? Ja, hier in Zieuwent zijn heel veel voorzorgsmaatregelen genomen. De brandweer die houdt de paasbult continu nauwlettend in de gaten. Er kan, als er wat gebeurt, onmiddellijk een brandweerwagen paraat zijn om de boel te blussen. En ik heb net ook even gekeken, de boer Wolperijs, waar de paasbult op het land staat, die heeft net ook zijn schapen uit voorzorg weggehaald. Dus het kan gebeuren. Iedereen die kan komen kijken. Oké, Jeroen Mekel vanuit Zieuwent, dankjewel. En een reportage van het paasvuur ziet u morgen in het nieuws en eerder ook al op onze website omroepgelderland.nl. Tientallen historische schepen, traditionele zeemansliederen en vers gerookte haring. Kortom, het was dit weekend weer tijd voor de Arnhemse kadedagen. De 5e editie alweer. Evenement trok duizenden bezoekers, maar vanwege de warmte was het wel wat minder druk dan vorig jaar. De kadedagen werden een aantal jaar geleden voor het eerst gehouden om de geschiedenis van de Arnhemse scheepsbouwtraditie nieuw leven in te blazen. Inmiddels is het evenement uitgegroeid tot een grote publiekstrekker. En de vaste bezoekers hoeven zich nooit te vervelen. Er zijn altijd weer schepen die voor het eerst te bewonderen zijn.
Een van de publiekstrekkers vandaag is deze mijnenveger. De enige die nog in Nederland vaart. Ja, we zijn vandaag heel gelukkig eigenlijk. Want ja, we zijn de hele dag bezig met mensen rond te leiden. Om helemaal uit te leggen hoe het schip werkt. En dat vinden we natuurlijk prachtig. Want ja, daar doe je het voor. Hè? Sommige bezoekers hebben een speciale band met een schip. Zo was de opa van deze Arnhemse een van de bouwers van de mijnenveger. Tuurlijk, heel bijzonder. Ik ben blij dat hij nog bestaat en het moet ook zo blijven. Maar niet alleen grote schepen krijgen aandacht. Want dit kleine duikertje is, volgens de schipper, de kleinste sleepboot van Arnhem en omstreken. Een heel bijzonder dingetje. Het is een klein ding. Ik zeg gewoon dat hij te heet gewassen is. En ze stralen op je schip en ze lokken je. De boten was er ook op de kade zelf genoeg te beleven. En bij de kadedagen hoort natuurlijk vis. Ja, de sfeer en zo, het lekkere weer en dan zo'n lekker visje. Heerlijk. En wat smaakt er naar zo'n visje nu beter dan een koud biertje aan het dek? In Ulft is een bijzonder benefietfestival gehouden, Jannes Pop. Vernoemd naar de 3-jarige Jannes die overleed aan een hersentumor. Zometeen onder meer een emotioneel gesprek met zijn ouders. Een woning aan de Kievitstraat in Brummen heeft veel schade opgelopen door een felle uitslaande brand. Op het moment dat de brand uitbrak was er niemand thuis. Het huis is van binnen verwoest. Volgens de brandweer ontstond het vuur vermoedelijk in de woonkamer. Maar hoe, dat is nog niet bekend. Een agent heeft bij een burenruzie in Nunspeet een hond doodgeschoten. Het ging om een ruzie tussen buren aan de Ligusterweg. Na de komst van de politie leek de rust terug te keren. Maar even later zochten twee mannen toch weer de confrontatie. Een andere man stuurde zijn hond op een politiehondengeleider af. Toen de hondengeleider gebeten werd, schoot een agent het dier dood. De volleyballers van Langhenkel Orion uit Doetinchem hebben de derde wedstrijd gewonnen in de play-offs om de Nederlandse titel. Ze versloegen gisteravond Rotterdam met 3-1. De Rotterdammers hadden de eerste twee wedstrijden in hun best-of-five-serie op hun naam geschreven. En bij winst gisteravond zouden ze de nationale titel hebben gepakt. Maar Orion stak daar een stokje voor. Morgen dan staat de vierde wedstrijd in de play-offs op het programma. Een auto parkeren is niet voor iedereen even makkelijk. Laat staan een caravan neerzetten. De Nederlandse Caravan Club hield in Arnhem een eigen kampioenschap caravan parkeren. In de finale streed een tiental koppels om de eer. En Vitesse heeft vandaag met 4-2 verloren bij FC Utrecht. De Arnhemse voetbalclub is daardoor nog steeds niet uit de degradatiezorgen. Excelsior kan Vitesse in theorie nog achterhalen. Ook de Graafschap leed een nederlaag. In Almelo verloren de Doetinchemmers met 2-0 van Heracles. Het nieuws uit Gelderland. Actueel, compleet en betrouwbaar. U vindt het op omroepgelderland.nl. Het is inmiddels een traditie in Terborg en omgeving. Jannes Pop, een benefietfestival ter nagedachtenis aan de 3-jarige Jannes. Hij overleed in 2009 aan de gevolgen van een hersentumor. Gisteravond was de derde editie van, het festival in de Drufabriek in Ulft. Al is Jannes er vanavond zelf niet meer bij. Zijn speelgoedgitaartje herinnert aan zijn liefde voor muziek. Ja, als Jannes bij mij op het podium klom, dan was hij er ook haast niet van af te slaan. Stond hij zo met dat gitaartje. En dan zei hij, papa, ik vind het allemaal allemachtig prachtig. Eind november 2008 krijgt de 3-jarige Jannes een hersentumor. Van het ene op het andere moment komt het gezin in een maalstroom van ziekenhuisopnames en behandelingen. Het is, ja, of je in je eigen film speelt. En waar Jannes de hoofdrol in speelt. En wij zijn mede-acteurs. Naast het verdriet zijn er ook praktische problemen. Want vader Patrick kan tijdens het ziekbed van zijn zoontje niet werken. En heeft als zelfstandige dus geen inkomsten. Maar vrienden uit de muziekwereld organiseren een benefietconcert. Zodat Patrick zich volledig kan richten op zijn gezin. Vanwege benefiet, omdat ze dat opgezet hebben, kon ik wel elke keer bij hen zijn, zodat je als gezin ook één bent. Hoe sterk Jannes ook is, helaas blijkt het gevecht tegen de hersentumor een ongelijke strijd. Patrick en Monique nemen hun knulletje mee naar huis waar hij zal sterven. En op een gegeven moment, 's morgens vroeg, toen zei hij tegen mij van, mama, nu ga ik slapen. Lof, lof. Dat zei hij altijd. Dus toen dacht ik nog van, ja, het zou best, want het waren van die hazenslaapjes van 5 tot 10 minuten. Maar hij heeft zijn ogen dicht gedaan en niet meer open. Jaarlijks sterven er 1500 veelal jonge mensen aan een hersentumor.
Om geld op te halen voor onderzoek organiseren Patrick en Monique nu zelf het Benefietfestival in naam van hun zoontje Jannes. Nou, het is natuurlijk een fantastisch iets om toch die kleine jongen te blijven eren. Kijk, ik sta nu niet stil bij zijn dood, ik vier zijn leven. En dat is wat Monique en mij betreft, is daar ook de enige manier om het te doen. En dan, zoals u van ons gewend bent op zondag, het belangrijkste nieuws van de afgelopen week nog even samengevat in ons weekoverzicht. Een kinderopvang in Groenlo wordt door de gemeente gesloten omdat hij niet aan de eisen voldoet. Volgens een oud-werknemster waren er al langer problemen. Toiletten zouden soms een week niet worden schoongemaakt en kinderen zouden soms urenlang liggen te huilen zonder dat er wordt ingegrepen. Het is zonnig, warm en uitzonderlijk droog voor de tijd van het jaar. De sproeiers draaien volop en ook de tuin heeft extra aandacht nodig. Nee, we hebben hier geen water, nee. Nee. Verontwaardiging bij de provincie over de salarisverhoging van NUON-topman Morelissen. Het energiebedrijf heeft zijn salaris met maar liefst 70% verhoogd naar €750.000. De provincie Gelderland maakt als groot aandeelhouder van NUON bezwaar tegen de salarisverhoging. Een leraar van het Almende College in Silvolde wordt op non-actief gesteld dat hij zou hebben meegespeeld in een pornofilm van Kim Holland. Leerlingen meenden de leraar te herkennen in de beelden die ze op internet vonden. Ja, die herkenning, ik snapte dat de kinderen die associatie maken. Het is uniek in Nederland dat mensen zich niet schamen voor wat er allemaal gebeurt. Commissaris van de Koningin Cornielje doet een laatste poging om orde op zaken te stellen in Maasdriel, dat al jaren beheerst wordt door vriendjespolitiek en belangenverstrengeling. Hij stelt Dick de Kloe aan als waarnemend burgemeester. Het tragische levensverhaal van twee Joodse zussen is opgetekend in een boek. Betje en Esther Cohen kunnen in de Tweede Wereldoorlog geen onderduikadres in hun woonplaats Renkum vinden. In wanhoop plegen ze zelfmoord door in de Rijn te springen. Tjiftjaf. Vogelkenner Nico de Haan uit Scherpenzeel heeft zijn eerste gouden plaat binnen. Van zijn cd met verzamelde vogelzang zijn maar liefst 30.000 exemplaren verkocht. Dan nog het weer. In Wageningen in de weerstudio staat Casper Hootsen. We hebben weer heel wat zonneuren gehad vandaag in Gelderland. En tweede paasdag gaat er vrolijk mee door. Maar er stroomt ietsje minder warme lucht binnen. Tijdens de avond- en nachtperiode sowieso wat frisser. En wat je dan krijgt, even terug naar vanochtend, is dat er dan bij weinig wind aan de grond mistbanken gaan ontstaan. En dat komt omdat aan de grond het dan het snelst afkoelt. En hoe kouder de lucht is, hoe minder vocht in gasvorm die kan bevatten. En dan komt er condensatie, gaan er waterdruppeltjes ontstaan en dan krijg je mistbanken aan de grond. Volgende foto ook wel aardig trouwens. Boven een klein slootje was dat. Overdag het water opgewarmd de afgelopen tijd. In de nacht koelt dat allemaal wat minder snel af dan het land. En dan komt die frisse lucht van boven het land boven het ietsje warmere water. En dan krijg je warme luchtbellen die op gaan stijgen door die frisse lucht heen. En dan krijg je eigenlijk een soort van mini-stapelwolkjes in de mist. Aardig detail. Verder, de komende tijd weinig anders aan de hand dan dit nachtelijke gebeuren. Want buien van boven Zuidwest-Europa die de afgelopen tijd steeds zo probeerden op te dringen naar het noorden toe, gaan verder terrein verliezen. En dat betekent verder dat vanavond en vannacht bij gewoon heldere omstandigheden het in buitengebied weer aardig afkoelt tot onder de 10 graden. En krijg je hier en daar op beschutte plekken wellicht weer een mistbank. Morgen bij de start van de dag heb je daar eigenlijk helemaal geen last van. Die is heel snel verdwenen, die mistbank, maar de zon schijnt er van meet af aan al doorheen. Ook aan de randmeren met daar de laagste temperaturen, daar kom ik zo nog op terug. Maar via het noorden van de Veluwe komt er sowieso overal wat frissere lucht binnenzetten. En ook zo via de Achterhoek vanuit het noordoosten met een noordoostelijk briesje dat in de middag begint aan te trekken. Net wat minder warme lucht dan vandaag, zo'n 23 graden op de thermometers. De laagste waarde, zoals aangegeven bij de randmeren, met name Harderwijk, met dat windje van boven het water net een tikkeltje frisser. Maar goed, natuurlijk weer een fantastische paasdag erbij. Wel ietsje lagere temperaturen en die trend zet voor de langere termijn voort met soms eens een keer meer wolken. En in de tweede helft van de week ook een enkele bui. En dit was het TV Gelderland Nieuws van eerste paasdag, waarin u zag dat het geen fijne Pasen is voor een pastoor uit Braamt. Hij is 88 en moet van het bisdom naar een rusthuis. Alleen heeft hij daar zelf helemaal geen trek in. En gaan de paasvuren branden in Gelderland? De droogte gooit op veel plekken roet in het eten. Maar in het Achterhoekse Zieuwent gaat vanavond gewoon de fik erin.
Dat was het. Goed weekend verder. We zien u.